It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season. Ja, dames en heren. Woehoe. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Ho, 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 ho. Ohio, 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 yo. It's the most wonderful time of the year. Dames en heren, van harte welkom. Rianneke, goedemorgen. Goedemorgen, Mike. Zit er nou maar één glaasje in? Ja, nou, ik weet het niet. Ik weet niet of je dat goed ziet. Dat is kerstman, hè, jongens? Ja, good morning, good morning, good morning, everybody. Ohio, Ohio, Ohio. Lieve Dylan, fantastisch dat je erbij bent. Hey, Ron, wat geweldig. Kom erbij. Kerstman heeft een mooi cadeau voor jou. Ook voor jou hebben we prachtig mooie cadeaus vandaag. Maar yes. Even kijken. Wat doe je als je het volgende hoort, dames en heren? Let op. Wat doe jij als je het volgende hoort? Waar denk je aan als je dus het volgende liedje hoort? Ja, dames en heren, het is kerstmis vandaag, dus kom daar gezellig bij. Woehoe. It's a celebration. Come on. All right. Ja, dames en heren, goed gezien. En Adeline, een hele goede morgen. Chantal zegt, goedemorgen Joybringer. En Rianneke zegt, ja, all I want for Christmas is... Ja, 1000%, 1000%. All I want for Christmas is... Dankjewel voor de mooie complimenten, guys. Kom er gezellig bij. Want we gaan, de kerst begint vandaag. Zeker als je Mariah Carey hoort natuurlijk. For my own... Komt-ie aan. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Nou, ik zal hem even stopzetten voordat we helemaal eruit geknald worden. Goed dat jullie er zijn. Yes, dit was All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey. Wat een knijter van een hit. Goedemorgen, Jolanda. Goed dat je er bent. Chantal zegt, ik word blij van dit liedje. En Linne zegt, Mariah Carey, All I Want For Christmas Is Alles. Maaike zegt, ja, heerlijk nummer. En ik zal even mijn bril even goed zetten. En ja, fantastisch, fantastisch. Ja, want... Als eerste, dankjewel alle geweldige podcastluisteraars en podcastkijkers. Want we hebben vandaag 5700... Nou, dat is echt heel serieus, hè? Ik zal even jullie laten zien dat je niet denkt van... Aramiek, waar heb je het over? Echt niet normaal. Even kijken of ik kan laten zien. Let op, dames en heren. We hebben vandaag dus 57.718 downloads. I mean, seriously. Maak me gek, zeg.
echt niet normaal. Dank, dank iedereen dat het gedownload heeft. Iedere dag download de podcast. En als je hier naar beneden kijkt, moet je je grafiekje zo meteen. Ik ga je grafiekje laten zien. Kijk, die is van het begin van het jaar. Moet je kijken. Afgelopen paar dagen zijn we tegen 1000 downloads. 1000 downloads, 1200, 400. Het is echt ongelooflijk. Dus lieve jongens en meisjes, dank, 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 dank. Wat jullie aan het doen zijn, niet normaal. Er wordt massaal gedownload, er wordt massaal gekeken en er wordt massaal gereageerd. Dus guys, dankjewel, 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 dankjewel. Ook namens de Kerstman, ook namens de Pipo de Klaan hoor ik hier. Ook namens iedereen wens ik jullie alvast. Vandaag is de 16 december. Ik doe alsof het gewoon al 25 december is. Want wat? Guess what? Ik heb iets leuks voor jullie. Als je nog niet je mailing hebt geopend, als je nog niet om 8 uur blij bent geworden, ik hoop dat je nu blij bent geworden. Want wat is de kerst waard zonder daadwerkelijke cadeautjes? Dus ik heb voor jullie een prachtig mooi cadeau. Ga naar dailybusinessboost.com. Zorg ervoor dat je deze prachtige, dit prachtig mooi cadeau gaat downloaden, aanvragen. Want het is tijdelijk gratis, nu speciaal voor jou. Ga naar www.dailybusinessboost.com. dailybusinessboost.com, dan kan je jouw beste jaar ooit in 7 stappen masterclass van me gaan downloaden. Want dat is helemaal gratis. Ik geef je gewoon zomaar weg. Gewoon aankomende dagen kan je gewoon meteen aan de slag met jouw beste jaar ooit in 7 stappen. En daarnaast wat ik ook ga doen. Even kijken. Oké, great. Dus daarnaast kun je kijken wat zit er dan in. En dan kan ik je laten zien wat is het tweede gedeelte. Is het gedeelte van wat ik voor je heb opgenomen gistermiddag. Vers van de pers heb ik voor jou een prachtig mooi masterclass opgenomen. Kijk, hier kom je dan in. Het is helemaal gratis. Je kunt hem gewoon zelf downloaden. Hier guys. Ik weet niet of je hem zelf hoort. Hoe was jouw 2021? Da-da-da. Ben je daar tevreden over? Of denk je dat je meer uit het leven te halen? Nou. Oké, dus ga hier ga ik echt alle 7 stappen met je doornemen. Dat je deze tips gaat gebruiken. Als eerste is het belangrijk dat je eerlijk bent. Gewoon eerlijk. Zo, dit zijn de 7 stappen. Let op. Evaluatie 2021 had het moeten zijn. Wat werkt niet? Dus je begint. Want wat is vandaag aan de hand? Make your life a masterpiece. Step beyond the demands of the moment. And begin right now. To design and live the life that you want. En hier begin ik ook met een prachtig mooie quote van mijn favoriete mentor, namelijk Jim Rohn. Even kijken of je hem hier aan het eind gaat zien of aan het begin gaat zien. Hier volgens mij. Dan heb je, happiness is not something you postpone for the future. It's something you create now. It is something you design for the present. Oké, en daarom heb ik dit cadeautje speciaal voor jou. Speciaal voor jou bedacht. Ga erheen. Het is een training van bijna een uur volgens mij. Even uit mijn hoofd. Ik heb het gistermiddag opgenomen. Ik ben ontzettend blij mee. En ja, wat kan je daar als extra verwachten? Is een ontzettend, ontzettend special deal voor je. Mocht je echt serieus mee aan de slag willen gaan met jouw beste ooit te creëren, heb ik ook een fantastisch aanbod voor je. Voor de thuisstudiecursus, jouw beste jaar ooit. Want het bestaat uit 12 lessen. 4 modules zitten erbij. Er zit nog een bonus masterclass. Er zit nog een werkboek bij. Werkelijk, we hebben niks aan de toeval gelaten. We hebben niks aan de toeval overgelaten. We zijn echt mee aan de slag gegaan. En er zit een prachtig mooi werkboek erbij. Wat je echt iedere keer door de stappen heen gaat helpen. Wat je iedere keer ervoor zorgt dat je daadwerkelijk naar de volgende level kunt gaan. En dat is belangrijk. Ik wil, en again, dat heb ik gisteren ook gezegd. Mijn missie is om je te helpen om je allerbeste jaar ooit te gaan leven. Om je allerbeste jaar ooit te gaan beleven. Maar daarnaast ervoor zorgen dat je meer in jezelf gaat geloven. Want je bent tot zoveel groots in staat. Believe me, je bent tot mega, mega veel in staat. Alleen je weet het niet. Soms weet je het niet. Nou ja, soms moet ik je dan helpen om het daadwerkelijk duidelijk te maken op welke manier je dat het beste kunt doen. En daar help ik je graag mee. Ik ben even aan het proberen om het een nieuw werkboek voor je te gaan downloaden. Even kijken waar die is. Let me check, let me check, let me check, let me check. Even kijken waar is het nieuwe e-book, het nieuwe werkboek. Nou, het wordt een gebed zonder Enzo te zien. Anyways, ik ga gewoon terug naar jullie toe. Want dit is wat je kunt doen, dames en heren. Jouw beste jaar ooit is de cursus die ik daarna aan jou kan geven. Check it out, check it out, check it out, check it out. En dan zeg ik hier, stop met delen. Fantastisch. Dus anyways, ga ervoor zorgen dat je het cadeautje gaat downloaden. dailybusinessboost.com. Dylan zegt, voor mij begint kerst dit weekend al wanneer ik alle ouderen in zorgverhuizen zie lachen. Fantastisch. Het hele weekend staat vol met zang, kerstoptreden.
optredens welke ik mag voorzien van geluid. Yeah, Dylan is de Joybringer. Linne zegt, ja, ik heb hem al gekeken vanochtend. Geweldig. Ja, heel graag gedaan. En Wim zegt, goedemorgen. Goedemorgen Wim, goedemorgen Marjane. Wat zie je er weer leuk uit, Aramiek. En wat een mooi aanbod. En Helene zegt, dailybusinessboost.com. Ho, 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 ho. Hey. That's what we can do. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Ja, terwijl ik dat zeg, volgens mij komt nu alleen met het prachtig mooie boek. Even kijken of ik hem kan downloaden en je kan laten zien. Het is echt een heel mooi werkboek geworden. Even kijken of ik hem al je kan laten zien. Zo niet, kan ik het straks even aan je laten zien. Let's see, let's see, let's see. Nee, ik kan het je niet laten zien, maar believe me, er staat een prachtig mooi werkboek erbij. In stap voor stap, alle 7 stappen, alles met structuur, met alles wat je nodig hebt, kun je daarmee kijken. En het is echt heel mooi geworden. Want het is echt een compleet programma. Geworden, zodat je echt dat werk aan de kant gaan. Jij kunt nu het verschil gaan maken. Jij kunt exact zien op welke manier, op welke structuur je, waar je echt dat werk aan de slag moet. Even kijken of ik hem kan laten zien. Ja, ik kan hem hier laten zien. Even kijken. Zo, nou, dit is het werkboek geworden. Jouw best jaar ooit in 7 stappen. We hebben echt alles aan gedaan om je echt met een template naar huis te sturen. Kijk maar, ik hoop dat je dat aan het zien bent. Doelen stellen. Welke doelen ga je stellen? Waar bestaat het uit? En eindigt uiteindelijk met een prachtig mooi gedeelte wat heet Wheel of Life. Anyways, so far so good, dames en heren. So far so good. Dus kom maar erbij, want ik ga het hebben over 20 beste vragen die je aan jezelf kunt stellen. Dus laat me hieronder weten hoeveel van jullie is van plan om 2022 tot jouw allerbeste jaar ooit te maken. Zet hier neer, oké? Even kijken, wat zegt Dylan? Dylan zegt, is de site niet bereikbaar? Wil jullie even checken alsjeblieft? Als het goed is, doet de site het. We hebben weer een crash te maken. Dailybusinessboost.com. Als het goed is, moet hij gewoon bereikbaar zijn. Als het goed is, moet hij alles doen. Of ik moet mijn groene bril weer opzetten, maar dan word ik niet serieus genomen schijnt. De site is als het goed is bereikbaar, guys. Alleen Helene heeft hier een spelfout gemaakt. Dus pas op met de link van Helene. Die staat dailybusinessboost.com. Het moet zijn daily business, guys. Hieronder staat hij goed. En yes, dat gebeurt wel eens. Nothing is perfect. Dankjewel, lieve Helene. Dat je aan het helpen bent. En alle credits voor het prachtig mooie werkboek gaan naar Helene. We zijn echt hele rebranding aan het doen. Dankjewel, Helene. Het ziet er prachtig, prachtig mooi uit. En yes, dat is de juiste site. Dat is de doorlink. Helemaal goed. Whatever, not a problem. Geen enkel probleem. Anyways. Zo, zet hier 1000 neer als jij zegt, hey, ik wil mijn allerbeste jaar ooit te maken. Want dan ga ik het hebben over de 30 beste vragen die je zelf deze periode kunt gaan stellen. Naast de breaking news heb ik nog iets anders voor je. Ja. Het nieuws van de week. Het nieuws van de week. Wat is het nieuws van de week? Heel simpel, dames en heren. Vandaag en morgen zijn we nog live. De hele volgende week zijn we niet live. De hele volgende week ga ik een prachtig mooie uitzending voor jullie opnemen. Dus weet, vanaf volgende week maandag tot en met vrijdag is er geen live streaming. Dan ga ik een aantal video's opnemen wat ik iedere dag om 10 uur zal uitzenden. Dus de uitzending is er. Dus zorg ervoor dat je erbij bent. Ik ga het hebben over jouw beste jaar ooit. Ik ga je exact helpen hoe je dat exact moet gaan doen. Maar het is wel belangrijk dat je gewoon erbij bent en de opdrachten gaat doen. Ja, Lina zegt, ja, 2022, mijn beste jaar ever. Yes, yes, yes. Oké, guys, als dat je intentie is, I love you guys. Dan ga je deze 30 vragen ontzettend goed vinden. Dan ga je deze 30 vragen echt super cool vinden. Pak pen en papier, ga erbij zitten. Want hier komen 30 beste vragen die ik bij elkaar heb kunnen verzinnen. Ik bij elkaar heb kunnen doen om jou echt te gaan helpen met jouw beste jaar ooit te creëren. Want dit is namelijk wat de meeste mensen zeggen. De meeste mensen zeggen, weet je, ik heb te weinig tijd. De meeste mensen zeggen, om succes te bereiken moet je tijd hebben en die tijd heb ik niet. Dan is mijn vraag altijd, oké, is dat zo? Wat zou je dan wel doen als je voldoende tijd zou hebben, snap je? Dan zegt iemand, ja, als ik meer tijd zou hebben, zou ik meer geld kunnen verdienen, meer leuk kunnen dingen doen, zei iemand. Ik zeg, joh, it's just an illusion. Zo werkt dat namelijk niet. Als je afgeslankt bent, ga je pas sporten. Zo werkt het niet. Er is niet meer tijd. Oké, ik weet niet of jullie Lord of the Rings hebben gezien of ooit bekeken van
van Gandalf. Dat is een prachtig mooie uitspraak van Gandalf. Gandalf the Great of the Grey. Die zei, het enige wat je hoeft te doen is beslissen wat je doet met de tijd die is je gegeven. Oké, dus het enige wat je hoeft te doen is te beslissen wat je doet met de tijd die jou gegeven is. Dus stop met excuses maken, smoesjes maken, al die onzin. Elke dag maak je keuzes, elke dag stel je prioriteiten. Of je dat nou bewust doet of onbewust, hey, you know, that's already up to you. Waarom doe je sommige dingen niet die je zou moeten, zou of willen? Hey, er zijn aantal redenen. En verspil je tijd aan bezigheden die niet bijdragen bijvoorbeeld aan je geluk. Of aan het verbeteren van kwaliteit van je leven. Of aan je gezondheid. Of aan financiën. Oké? Dus deze vragen gaan je stap voor stap helpen. Om met de mindfucks. Met de mindfucks af te rekenen. Dat is misschien het juiste woord. En ervoor zorgen dat je daadwerkelijk ervoor gaat. Lilan zegt, ja, mijn beste jaar ooit. Mijn beste jaar gaat 2022 zijn. Ik heb sinds jaren mijn doelen het allerduidelijkst. Yes, ik ga voor mijn beste jaar ooit in 2022, zegt Jolanda. En Lilan zegt, iedereen heeft 24 uur, 8 uur slapen. Er zijn 8 uur over om te werken aan je doelen, bijvoorbeeld. Oké, dus ga pen en papier pakken. Zorg ervoor dat je ervoor gaat. En Jolanda zegt, bij mij werkt de link wel van Daily Business Boost. Great. Als het goed is, moet de link het doen, dames en heren. Zover ik weet, doet de link het. Zover ik weet, is het helemaal oké. En zover ik weet, moet alles het goed doen. Dus ga er alsjeblieft vanuit dat de links het doen. Ga naar dailybusinessboost.com. Hieronder staat die. Ga naar mijn masterclass. Bekijk de masterclass. En als je denkt van, hey, ik wil het programma hebben. Ik wil thuis de cursus hebben met het werkboek, met de bonussen, met 12 lessen, met 4 modules, al die dingen. Ja, dan kan je eronder klikken. Maar belangrijk is dat je zelf deze masterclass gaat gunnen. Oké? Alrighty, hier komen de 30 vragen die ik je aan je ga vragen. Zodat je leert dat het van ons onschatbare waarde is als je in harmonie bent, als je in balans bent met de keuze die je bewust maakt. Oké? Want daar gaat het over. Daar gaat het over. Ooit zei Disney, ik weet niet of jullie ook die uitspraak van Walt Disney hebben gehoord. Ik weet niet of jullie de uitspraak van Napoleon Hill hebben gehoord in Think and Grow Rich. Die zei, what you can imagine, you can become. Wat je kunt bedenken, kun je waarmaken. Oké? En het is bijna dezelfde uitspraak van Walt Disney. Die zei letterlijk, als je het kunt dromen, if you can dream it. Weet je, als je het kunt dromen, kun je het waarmaken. If you can dream it, you can do it. Het is zo belangrijk dat je onthoudt. Wij worden gevormd door onze mindset als eerste. We worden wat we denken. Dus laten we even een aantal vragen stellen, zodat je terug kan blikken naar het prachtig mooie jaar. Zodat je terug kan denken. Even in je denkmindset gaat kijken van, oké, what's going on? Dus hier komen de 30 allerbeste vragen die je die je zelf moet gaan stellen, wil je daar het beste afsluiten, oké? En by the way, deze 30 vragen zijn een bonus in de thuisstudiecursus, want deze 30 vragen staan niet in de thuisstudiecursus. Die ga ik straks in de online omgeving, zet ik het daarbij. Dan heb je extra bonus. Volgende week ga ik 5 prachtig mooie uitzendingen doen. Die gaan ook in de thuisstudiecursus. En mijn doel is om continu die thuisstudiecursussen groter en groter te maken. Just that you know, oké? Dus hier komen ze aan. Without a further ado, hier komt die. Vraag nummer 1. Ik zal even kijken of ik een misschien met een rustig muziekje kan begeleiden. Dat is altijd wel heel erg fijn. Even kijken of ik iets moois heb. Even kijken, wat hebben we dan? Ja, hier komt hij aan, dames en heren. Ik zal even lekker muziekje opzetten. Kijken of dat kan. Ja. Ja, hier komen ze. 30 vragen om terug te kijken op 2020. Wat is de allermooiste les die 2021 je heeft geleerd? Vraag 1. Wat is de allermooiste les die 2021 je heeft geleerd? Vraag nummer 2. Wat was je beste beslissing? Welke beslissing heeft de grootste effect gehad in je leven, in je business? Vraag nummer 3. Waarover ben je van gedachten veranderd of moest je je mening bijstellen? Vraag nummer 4.
Wat had je beter kunnen doen? Wat had je beter kunnen doen? Vraag nummer 5. Wat zijn de zaken waar je spijt van hebt in het afgelopen jaar? Dus waar heb je spijt van? Als je terugkijkt op 2021, waar heb je spijt van? Vraag nummer 6. Wat had je willen doen in 2021 en wat je niet gedaan hebt? Dus wat had je willen doen in 2021, maar wat je niet gedaan hebt? Waaraan heb je tijd en aandacht verspild? Waar heb je je tijd en aandacht aan verspild? Is vraag nummer 7. Vraag nummer 8. Waaraan had je meer tijd en aandacht willen besteden? Dus waar had je graag meer tijd en aandacht aan willen besteden? Vraag nummer 9. Waar of bij wie heb je afgelopen jaar het beste gegeten? En zo ja, wat? Belangrijke vraag. Dus waar of bij wie heb je afgelopen jaar het beste gegeten? En wat heb je dan gegeten? Vraag nummer 9. Oh, dat was vraag nummer 9. Vraag nummer 10. Wat ging er afgelopen jaar minder goed? Dus wat ging er in 2021 minder goed? En om meteen inhaken naar de berichten die ik nu in mijn beeld heb. We gaan hier een PDF voor je maken. We gaan een invulding maken. Maar ga alvast deze vraag alsjeblieft schrijven. En als je de antwoorden kunt zetten, zet het hiernaast, oké? Okay? Ik zou het leuk vinden een aantal antwoorden zo meteen eruit te halen, oké? Okay? Dus we hebben nu tot nu toe 10 vragen. Oké? Okay? Vraag nummer 11. Wat waren dit jaar waardevolle inzichten voor je? Dus wat waren dit jaar je grootste, belangrijkste inzichten? Of het nou financieel is of mentaal is, gezondheid, business, persoonlijke groei van je kinderen, van je kleinkinderen, van je hond, van je paard. It doesn't matter. Wat waren dit jaar je waardevolle inzichten? Vraag nummer 12. Welke mensen heb je dit jaar ontmoet die een bijzondere bijdrage aan je leven hebben geleverd? Dus welke mensen hebben een enorm impact in je leven gebracht. Vraag nummer 13. Is je relatie met je partner of collega's plezierig of onplezierig geweest? Lag dat geheel of gedeeltelijk aan jou als het onplezierig was? Met andere woorden, hoe was je relatie met je partner en collega's of teammembers? Vraag nummer 14. Op welke manier heb je je talent verbeterd om tot betere prestaties te komen? Dus op welke manier heb je je talent verbeterd om tot betere prestaties te komen? Vraag nummer 15. Heb je mening en besluit gebaseerd op vermoedens of op zorgvuldige analyses en denkwerk? Dus waar waren je meningen op gebaseerd? Op aannames, op vermoedens? Of heb je daadwerkelijk op feiten gewerkt? Een van de mooiste vragen, vraag nummer 16. Waar ben je nu dankbaar voor?
Waar ben je vandaag dankbaar voor? Vraag nummer 17. Welke doelen heb je wel en welke doelen heb je niet behaald in 2021? Vraag nummer 18. Wie zou je willen bedanken voor de rol die hij of zij afgelopen jaar in je leven heeft gespeeld? Dus wie hebben jou geholpen dit jaar? Wie zou je willen bedanken dit jaar die jou geholpen hebben? Tag ze hieronder. Misschien is dat een mooie. Tag mensen waar je dankbaar voor bent. Hieronder. Kijk of ze dat gaan voelen. Vraag nummer 19. Welke vraag zou jij aan jezelf willen stellen? Welke vraag zou je aan jezelf willen stellen? Zijn er vragen die je niet durft aan jezelf te stellen? Vraag nummer 20. Wat zijn de 3 mooie of bijzondere momenten die je meeneemt uit 2021? Dus wat waren voor jou 3 meest opmerkelijke momenten die je meeneemt uit 2021? Je hoort het aan het liedje. Vraag nummer 21. Had je duidelijke doelen gesteld in het afgelopen jaar? Heb je ze behaald of niet? En indien niet, wat is daarvan de oorzaak? We hebben het gisteren over gehad. En als je geen doelen voor jezelf hebt gesteld, waarom niet? Zo belangrijk deze vraag. Dus heb je duidelijke doelen gesteld afgelopen jaar? Heb je ze behaald of niet? Zo niet, wat is de oorzaak? Maar als je geen doelen hebt gesteld, hey, why not? Vraag nummer 22. Wat had je dan het afgelopen jaar beter kunnen doen? Als je nu gaat nadenken, wat had je beter kunnen doen om een beter jaar te hebben? Vraag nummer 23. Hoe kan je je tijd beter indelen en je gedrag aanpassen, zodat je vanaf nu af aan efficiënter kunt werken? Wat zijn de dingen die je productiever kunnen maken? Met andere woorden, wat kun je beter inplannen, indelen en wat kun je aan je gedrag veranderen, zodat je nu wel effectief en efficiënt aan de slag gaat? Vraag nummer 24. Vind je business nog leuk? Vind je werk wat je aan het doen bent nog leuk? Is het leuk om iedere dag Aramieke Daily Business Boost te gaan doen? Vind je leuk wat je aan het doen bent? Vind je whatever je aan het doen bent in je business, is het nog leuk voor je? Geef jezelf nog steeds een 9 of een 10? Zo niet, wat vind je daar niet leuk aan? En zo ja, wat vind je er wel leuk aan? Okay? Allemaal zelfbewustwording vragen zijn dit. Vraag nummer 25 is een heftige vraag, kan ik je vertellen. Dus bereid je voor een heftige vraag. Ben je gelukkig in je relatie, in je sociale leven? Wat zou je eventueel anders willen als dat niet zo is? Dus ben je gelukkig in je huidige relatie? Ja of nee, je hoeft dit niet antwoord te geven. Maar zo ja of zo nee, waarom niet en waarom wel? Vraag nummer 26. Zou je meer geld willen verdienen? Zo ja, hoeveel? En hoeveel zo ja, wat ga je doen met dat geld? Stel je voor dat je miljonair wil worden. Stel je voor, mensen zeggen altijd, oh, ik heb heel veel leads en heel veel geld nodig, 100.000 euro. Dan is mijn vraag, okay, great, goed zo. Maar wat ga je doen met dat geld? Wat ga je doen als je miljoenen verdient? Heb je enig idee?
Vraag nummer 27. Wat zou jij graag aan jezelf willen veranderen? Wat is hetgene wat je graag aan jezelf wil veranderen? Nobody's perfect. Dus kijk of je eerlijk kunt zijn tegen jezelf. Wat zou je aan jezelf willen veranderen? Vraag nummer 28. Geef je zelfvertrouwen een cijfer tussen 1 en 10. Dus waar sta je ten opzichte van je zelfvertrouwen? En by the way, als je luistert en aan het pennen bent, laat me je weten. Zet 1000 niet, dan weet ik dat je er bent. Want ik heb nog 2 vragen voor je. Ah, oké, ik heb ook een bonusvraag voor je, maar... Ja, dus laat me weten als je er nog bent. Dus 28 is, geef je zelfvertrouwen een cijfer tussen 1 en 10. Vraag 29 is, geef je gemiddelde persoonlijke gevoelsgevoel een cijfer. Dus hoe gelukzalig voel je? Hoe gelukkig ben je? Tussen 1 en 10. Ja, dus als je er nog bent, laat me weten. Ah, goed zo. Marjan zegt 1000. Mike zegt 1000. Alleen zegt 1000. Jolanda zegt 1000. Good. Fantastisch, guys. Dankjewel. We gaan bijna naar de laatste vragen. 29 was, geef je gemiddelde persoonlijke geluksgevoel een cijfer. Hoe gelukkig ben je? Nu komt het. 3 meest belangrijke vragen. Dus we hebben niet 30 vragen, maar we hebben 33 vragen. Vraag nummer 30. Wees eerlijk als je die doet. Vraag nummer 30 is heel belangrijk. Ik zal de muziek even harder zetten. Vraag jezelf af. Vraag nummer 30 die zegt... Did I live? Heb je geleefd in 2021? Beroemde vraag van Brandon Bouchard. Heb je geleefd in 2021? Vraag nummer 31. Tweede vraag van Brandon Bouchard. Heb je van iemand gehouden? Did I love? Heb je van iemand gehouden? Heb je liefde laten zien? Of ben je bang om liefde te laten zien aan mensen? Dus heb je van iemand gehouden? Heb je iemand geknuffeld? Heb je meerdere mensen geknuffeld? Geef je partner, de kinderen, je klanten een knuffel en zeg... Hey, ik hou van je. Fantastisch dat je er bent. Vraag nummer 32 is... Did I make a difference? Dus heb je het verschil gemaakt? Heb je het verschil gemaakt in levens van anderen? En zo ja, wat? Welk verschil heb je gemaakt? Na 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 na. En allerlaatste vraag, vraag nummer 33, om het allemaal bij elkaar te brengen. Geef jezelf een cijfer tussen 1 en 10 op purpose, passion, potential. Met andere woorden, heb je daadwerkelijk afgelopen jaar vanuit purpose, passion, potential gewerkt? Ja of nee? You know? Want morgen gaan we hiermee verder, dames en heren. Ik hoop dat je daar bent. We hebben het gered. 33 vragen. 33 essentiële vragen. En we gaan er morgen hiermee door. Morgen ga ik je exact laten zien wat je het gevolg is. Ik ga je een weekendopdracht geven. Ik ga je laten zien op welke manier je dit nog breder kunt trekken. Dus laat me weten, heren. Wat vond je van deze 33 vragen, dames en heren? Wat vond je hiervan? Want dit zijn de laatste jaars, hoe noemen we, eindejaarsvragen, eindejaarsuitzendingen. En ik heb gekozen om op deze manier met je om te gaan. Om deze manier niet meteen de volgende challenge erin te gaan gooien. Maar even kijken of we kunnen reflecteren. Even kijken of we de vertragen van Arturo kunnen gaan gebruiken. Oké? Okay? En natuurlijk is mijn vraag van vandaag weer... Hey, stuur me een mailtje via support@armiekonline.nl. Heb je een held? Wie is jouw held van 2021? Heb je een heldenverhaal?
Heb je een verhaal wat verteld moet gaan worden? Heb je een verhaal van je zoon, van je kleindochter, van jezelf? Of van iemand die je leuk vindt? Wie is volgens jou een held? En daarnaast, wat is zijn of haar heldenverhaal? Ik ben op zoek naar heldenverhalen, want dan ga ik iets fantastisch meedoen. Alright? Maaike zegt, ja, mooie, maar sommige best heftig, denk ik. Oké, sommige best heftig, denk ik. Of zijn gewoon sommige best heftig, oké? Great, 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 great. Zoals ik zei, morgen gaan we hier een stapje verder, een stapje dieper op in. Want dan gaan we, ja, een fantastische afsluiting doen van deze week. Het is de andere week geworden dat ik had gezegd vorige week. En ik ben er ontzettend blij mee. Even een reflectieweek, even kijken hoe wat. En ja, wat kan je beter reflecteren als je kunt gaan naar dailybusinessboost.com. Daar kan je meteen kijken of je mijn... masterclass kunt downloaden. Je kunt hem gewoon gratis aanvragen. Jouw beste jaar ooit in 7 stappen. Hier heb je een prachtig mooie quote van mijn mentor. Happiness is not something you postpone for future. It's something you design for the present. Ik hoop dat je dat als intentie van deze week hebt gehoord. En let's go to the max. Laten we de uitzending op een prachtige, mooie manier gaan afsluiten. Namelijk met de mooie, prachtige kaarten van Chantal. Let's go. The blessing of the day. Blessing of the day. Ah, dit is beautiful. Prachtig, prachtig, prachtig. Ik ga hem even klaarzetten. Even kijken of ik hem klaar kan zetten hier. Zo, ja. Dit is zo'n beautiful. Dit is echt een van de mooiste kaarten. Kijk maar, guys. I have learned that there is more power in a good, strong hug than in 1,000 meaningful words. Absolutely, absolutely. I have learned that there is more power in a good, strong hug than in 1,000 meaningful words. En mijn opdracht van vandaag is ook meteen, ga je geliefde minstens 10 keer knuffelen vandaag. Ga vandaag 10 knuffels weggeven aan je geliefde, aan mensen waar je van houdt, aan mensen met wie je aan het werk bent. Weet je, we kunnen niet genoeg knuffels krijgen. We kregen al heel weinig, maar ga kijken wat er gebeurt. Als je meer knuffels gaat geven. Ja, morgen is de afsluiting van deze week. Het moest zo zijn, zegt de Rianneke. Absoluut, absoluut. Het moest zo zijn. We zijn begonnen met een prachtig mooi liedje. Laten we daar ook meteen mee eindigen. Want zo begonnen we de dag. I don't want a lot for Christmas. Oh ja, als ik niet vergis, ga naar, als je deze speciale kaarten wil hebben, by the way, ga naar www.mixmediafan.nl. Zorg ervoor dat je die prachtige mooie kaarten gaat halen, zo niet chantalmeester.com voor de greetings card, voordat ik het langzaam ga afsluiten. Dankjewel, Mariah Carey, want... Maybe all I want for Christmas is you. Yeah. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Dames en heren, een hele mooie dag. Ik zie jullie graag morgen om 10 uur weer live. Dan gaan we verder met onze show. Dankjewel voor het kijken. See you later. Later. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube.
Ben je nou echt leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, hasta luego, dames en heren. Morgen 10 uur weer live. Kijk wie je helden zijn. Stuur me een mailtje. Support@arabiekonline.nl. See you later. I love you all. Later.